Gilbert van den Bumt, vorige week winnen jullie met 3-0. Vandaag verliezen jullie met 3-0. Maar tegen dit Eendracht Aalst is dat geen schande. Nee, dat klopt. Ik denk dat wij vandaag allemaal een heel sterk Aalst hebben gezien. En, we hebben getracht om mee te voetballen, maar de kwaliteit is zo groot van een tegenstrever vandaag dat wij ons eigenlijk in de meerderheid van een tegenstrever moeten neerleggen hebben, want dat was zeer sterk wat die gebracht hebben. En, van onze kant hebben we getracht om mee te voetballen en dat is niet altijd gelukt, omdat die zo sterk waren. Nou, toch had ik de indruk dat Berchem vrij behoorlijk meevoetbalde, of, ja, of was dat gewoon omdat Eendracht Aalst het toeliet? Nee, ik denk dat wij vooral op momenten eigenlijk getracht hebben van goed te voetballen en op de juiste moment ook toe te slagen. Alleen is het zo, de kleine kansjes die we hebben gehad, hebben we niet afgewerkt en dan blijft dat moeilijk. Hè. Ik vind maar geen discussie over die deze ploeg is gewoon een top. Ik denk dat dat ook een reeks hoger gemakkelijk zou meedraaien. Dus, ja. Iets voorbij het uur, breng je dan 3 nieuwe krachten in, alles of niets? Ja, toch wel. Hè. Je moet ook dat gevoel naar je spelers geven, naar je supporters, naar je entourage. Van, je moet iets proberen. Je weet dat dat sterk is en dat dat kan tegenslagen. Want niemand wil hier dan weggaan nog met een aantal doelpunten in de korf. Dus je probeert dan uiteindelijk wel iets te doen. En ja, dat lukt niet. Maar iedereen heeft dan wel het gevoel dat je er toch een poging hebt gedaan voor nog terug te komen. En blijkt toch een beetje bij de mogelijkheid. Ja, Ousmane Sanou, jullie sterkhouder, die start vandaag op de bank. Hoe komt dat? Ja, dat is een duidelijke keuze geweest. Papa was niet 100% in orde, had wat last van de adductoren. Is geschorst volgende week en de week erop. Eigenlijk kiesde op die moment eigenlijk voor een beetje af te schermen, want wij hebben die nog zeker nodig. Sterke spits die scoort. Anderzijds is het ook wel zo dat al weken Ben Sessai eigenlijk daar zit te wachten voor die kans te krijgen. Hij woont niet ver van hier, dus we hadden ook het gevoel dat bij de tegenstrever ging dominant zijn. En met Ben Sessai als een beetje meer de man die eigenlijk het moet hebben van werken, dat die hier iets meer had kunnen brengen vandaag. Dus dat was een bewuste keuze van mij. Goed gekozen voor Ben Sessai.